Hi, leuk dat je weer kijkt. Vandaag wil ik het hebben over waarom we zo streng zijn voor onszelf. Vaak zijn we namelijk ontzettend streng voor onszelf. Als we iets doen, dan moet het perfect zijn. We willen meteen 6 voor je en alles goed doen. Maar als je kijkt naar anderen om je heen, als die een fout maken, dan zijn we een stuk minder streng. Dan zijn we veel milder en dan maakt het eigenlijk niet uit of de ander een fout maakt en waarom de ander een fout maakt. Want van fouten kun je immers leren en kun je jezelf ontwikkelen. Waarom zijn we zo streng voor onszelf en niet voor anderen? Wat schieten we ermee op om zo streng voor onszelf te zijn? Vaak zijn we streng vanuit het idee dat we alles goed willen doen. We willen geen fouten maken in wat we doen en we willen echt ons steentje bijdragen. We willen iets moois neerzetten waar we trots op kunnen zijn en we willen niemand tekort doen. En dit gedrag hebben we vaak al jong gevormd. Bijvoorbeeld doordat we als kind niet bevestigd kregen in wie we waren of wie we zijn. En omdat we telkens aanpassingen moesten doen om anderen tevreden te stellen. Een andere reden bijvoorbeeld is dat we ons niet gehoord voelen. Dat we extra ons best moeten doen om aandacht te krijgen van de mensen van wie we houden. En dat zorgt ervoor dat je op een latere leeftijd een stukje perfectionisme ontwikkelt. Dus door dat perfectionisme wil je gewoon alles meteen in één keer goed doen, zodat je gehoord wordt, gezien wordt en dat andere mensen denken, wauw, die heeft het goed voor elkaar, die heeft het top geregeld, niks op aan te merken. Dus als we gaan koken en we maken een super ingewikkeld gerecht, dan doen we dat natuurlijk meteen het liefste als er ook visite komt, in plaats van dat we ons de gelegenheid geven om het eerst een keertje uit te proberen. Maar het moet vooral niet mislukken. Het moet gewoon meteen goed gaan, want we hebben hele hoge verwachtingen van onszelf. En we zijn teleurgesteld in onszelf als het niet gaat zoals we eigenlijk zouden willen. Maar waarom is dat eigenlijk zo? Want als je kijkt naar hoe jij anderen behandelt, dan behandel je ze ook niet op die manier. Waarom zijn we dan wel zo streng voor onszelf? Waarom zijn we zo perfectionistisch als het om onszelf gaat? Ik zou de vraag eigenlijk andersom willen stellen. Wat als we nooit falen? Wat als we nooit een fout maken? Wat als altijd alles in één keer goed gaat? Leren we dan nog nieuwe dingen bij? Of blijven we altijd maar doen wat we al gedaan hebben en ja, daar zijn we inmiddels master in geworden. Dat kunnen we ontzettend goed. Maar leren we daar ook nog wat van? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk is het juist goed om een fout te maken, omdat je jezelf daardoor ontwikkelt. Omdat je er nieuwe eigenschappen aan leert en kunt zien, hey, dit werkt wel voor mij, dat werkt niet voor mij. Oh, misschien kan ik het volgende keer iets anders doen. Dus fout maken is juist goed om jezelf verder te ontwikkelen. Zo streng zijn voor jezelf, vanwege ervaringen die je in het verleden hebt gehad, is eigenlijk helemaal niet nodig. Anderen zullen heus niet zo streng voor je zijn dat ze denken van, nou, zij heeft echt heel slecht gekookt vandaag, ik hoef daar nooit meer te zien. Belachelijk natuurlijk. Maar onbewust denken we wel zo. Maar het hoeft helemaal niet, want anderen zijn niet zo streng voor jou. Je hoeft jezelf ook niet zo streng voor jezelf te zijn. Het hoeft niet allemaal in één keer goed te gaan. Laat de teugels wat varen en laat je perfectionisme wat los. Ga in overleg met degene die tegenover je zit. Stel dat je iets moet doen. Wat is dan het resultaat wat je op moet leveren? Wat zijn de dingen die verwacht worden? En als het aan eisen moet voldoen, waar moet het dan minimaal aan voldoen? Leg niet voor jezelf de lat hier, terwijl die eigenlijk ook gewoon hier mag liggen. Want dan heb je hier een heel stuk waarvoor je ontzettend je best gaat doen, maar wat eigenlijk misschien niet had gehoeven. En je had jezelf ook wat meer gelegenheid en tijd kunnen geven om dat lagere niveau meer te perfectioneren. In plaats van dat je dit niveau behaalt en daar ontzettend hard voor moet werken. Soms is zilver ook gewoon goed en hoef je niet per se een gouden medaille te halen. En probeer jezelf ook te benaderen alsof het iemand anders is. Dat is misschien lastig, maar wat als iemand anders deze opdracht zou doen? Waar zou ik dan tevreden mee zijn? Is er dan ergens het gerecht meteen mislukt of niet? Nee, prima. Waarom ben ik dan zo streng voor mezelf? Niemand kan dingen meteen perfect uitvoeren. En jij ook niet. En dat hoeft ook niet, want niemand verwacht dat van je. Niemand wordt geboren als een 23-jarige Tom Dumoulin die meteen zijn debuut in de Tour de France maakt. Nee, hij heeft dat ook moeten leren. Net zoals dat jij dingen moet leren. Dus heb wat compassie voor jezelf. Stop met jezelf veroordelen en vergeef jezelf als iets niet meteen lukt. Wees vriendelijk voor jezelf, want je zult zien dat je daarvan een stuk blijer wordt en een stuk gelukkiger wordt. Ik zou zeggen, ga ermee aan de slag. Ga proberen iets liever voor jezelf te zijn en leg de lat wat minder hoog.
Want het hoeft niet allemaal meteen goud te zijn. Zilver is ook voldoende. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Mocht je het interessant vinden, abonneer op mijn kanaal en ga naar mijn website lindabisschop.nl. Daar vind je nog veel meer van zulke soort inspirerende tips.